De gemeenteriesverkiezingen zijn weer in ontocht en dus binnen de verskate partijen weer volop een campagne vieren. Op een dik hebben ze een ludiek plan betocht. VVD en D66 hebben van de morgen een lege winkelpan in het centrum innomen om van daaruit campagne te vieren. In de gediek hebben wij les van leegstand en D66 is de les hier een heel nauw belutsen west om die leegstand chin te gaan. Onder oren toch een centrummanager te krijgen op uw initiatief. En wij vonden het heel leuk om de politiek zo dicht mogelijk bij de meesten te brengen. En vandaar dat wij zitten ja, in dit leegsterende pan om meesten en ik te vertellen wat wij dwaan kennen in deze gemeente en wat we voor de meesten dwaan willen. Het wie vermoord nog wel rustig, maar de listloekers lieten haar net uit het veld slaan. Potentiële stemmers die zitten natuurlijk gewoon op straat en die komen hier niet de winkel in. Dus je moet de mensen op straat benaderen en ze de winkel intrekken. En zelf actief de woord bij de daad nemen en niet wachten tot ze naar jou toe komen, want zo werkt het niet. In Burgum is het CDA op hetzelfde idee kwam. De Christendemocraten hebben een saneemd freunenhuis geopend om daarmee potentiële kiezers om tafel te gaan. ChristenUnie en PvdA houden het gewoon bij het ouderwetse flyer in. Eén ding is wis, de landelijke partijen moeten alles uit de kast hellen, want uit onderzoek blijkt dat 30% van de stemmen naar de lokale partijen gaan zil. We hebben laatst een prachtige bezoeken dien bij jongeren in de gemeente, in keten, in buurthuizen, van het kerkelijk werk. En wat dus opvalt, is dat mensen gewoon heel weinig weten over de gemeentepolitiek. Wat de gemeente doet, welke partijen het meedoen, waar die van staan. En ja, daar heeft het natuurlijk ook mee te krijgen, dat mensen gewoon heel moeilijk een keuze maken kunnen. De gemeenteraadsverkiezingen binnen op 9 maart.